Nederland is een handelsland. Een derde van ons inkomen wordt in het buitenland verdiend. En onze producten en kennis zijn over de hele wereld in trek. Van e-bikes, watermanagement tot aan de nieuwste landbouwmachines. Ben jij een ondernemer met internationale ambities? Kijk dan vooral verder. Steeds meer ondernemers vinden hun weg naar het buitenland. Maar hoe zet je die eerste stap? Of hoe bereid je je export verder uit? Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt daarbij. Met onze know-how en financiële steun vanuit Den Haag. Maar ook door kennis te delen vanuit ons wereldwijde ambassadenetwerk. Samen met partners als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW werken wij samen om ondernemers van groot tot klein, van scale-up tot gevestigde orde, hun internationale ambities waar te maken. We hebben een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland, bijna overal ter wereld. Onze ambassades en consulaten ken je waarschijnlijk wel. Maar wist je dat Nederland ook NBSO's heeft? NBSO is een Netherlands Business Support Office. Er zijn 22 kantoren wereldwijd in verschillende landen. En we zitten eigenlijk op plekken waar we een opkomende markt zien of op plekken waar er al een hele belangrijke handelsband, handelsrelatie is tussen Nederland en de desbetreffende regio. Ze hebben goed contact met lokale bedrijven en overheden. En juist die contacten kunnen essentieel zijn als je de eerste stappen op een nieuwe markt wil zetten. In het buitenland gelden vaak andere wetten en regels en heerst een andere zakencultuur. Belangrijk om je goed voor te bereiden dus. Met informatie over de lokale manier van zaken doen en de lokale wetten en regels. Onze collega's helpen je alvast op weg. Ik heb vorige week nog een Nederlandse start-up die naar Amerika wil. Ik kan er niet te veel over vertellen, maar een prachtig bedrijf. Die heb ik verbonden met een Nederlandse founder die hier al jaren zit. Omdat ik dacht, die moeten echt met elkaar praten. En ja, dat bleek een doorslaand succes te zijn. Dus die gaan nu samen verder. En dat zijn kleine dingen, maar ja, wat het toch de kerntaak is ook van een consulaat, van een ambassade. Waar ik zelf enorm van kan genieten. Voor kansrijke markten en sectoren organiseren we ook handelsmissies. Via deze missies krijg je kennis en informatie over de markt, beter zicht op handelskansen en vooral veel nieuwe contacten. Vaak wordt zo'n missie door een minister begeleid. We openen deuren die anders gesloten blijven. Om te groeien in het buitenland ben je als bedrijf vaak op zoek naar extra financiering. Ook hier kunnen we helpen. Want het komt regelmatig voor dat ondernemers die in het buitenland willen ondernemen, moeite hebben om een lening of garantie te krijgen bij hun eigen bank. Dan kun je als ondernemer terecht bij bijvoorbeeld Invest International. Zij helpen met die financiering. Onze aandeelhouder is de overheid en we voeren verschillende instrumenten uit voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo helpt het ministerie via ons internationaal ondernemen. We helpen ook op andere manieren. Bijvoorbeeld via het Oranje Handelsmissiefonds. Ieder jaar kiest een jury 10 innovatieve en duurzame bedrijven die een jaar lang professionele ondersteuning krijgen om de stap naar het buitenland te zetten. Dit hebben wij te bieden aan ondernemers met internationale ambities. Wil je ook de eerste stap naar het buitenland zetten? Kijk dan op deze website of neem contact op met de ambassade.